Ria van der Steeg uit Hippolytushoef gaat weer naar school. Leerplichtig is ze met haar 81 jaar al lang niet meer, maar ze wil gewoon niet stilzitten. Dat begon al op de kleuterschool. Ik wilde niet naartoe, maar ik moest van mijn vader, in Alkmaar was dat. En toen werd ik er helemaal dol van, zo geweldig, dat ze me daar weer wegstuurde, omdat ik het te geweldig vond. Ria valt op naar haar werklust en intelligentie en op de middelbare school komt voor een paar meisjes plotseling de HBS ter sprake. Heel ongewoon voor die tijd. Wiskunde, we waren de eerste meisjes. Ik hoor nog de leraar Kleeftra zeggen van, oh god, ik heb nog nooit meisjes in de klas gehad, hoe moet dat nu? Dat is nieuw in Nederland. Inmiddels heeft ze vele opleidingen achter de rug en vandaag stapt Ria dus weer in de schoolbanken. Het is filosofie, het gaat over het mensenleven, het gaat over mezelf. Wat wil je nog meer? Dan ga ik misschien nog een beetje meer ruimte in mijn hoofd krijgen. Plato, Erasmus, Schopenhauer. Welke kant wil Ria op met haar studiefilosofie? Nee, we hebben geen richting. Nee, het kan Schopenhauer zijn. Nou, dat maakt niet. Dit wordt ik uit de kast trek. Nieuwsgierigheid is het, die me dan weer bij die tekst brengt. Ik heb er zin in, omdat ik nieuwsgierig ben. Dat heb ik jou verteld. Ja. Diploma? Ik heb geen plek meer voor diploma's.